Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber, Profimax en Shubi Reizen. Leuk dat u kijkt naar Excelsior 31 TV met vandaag de vierde speelronde in de hoofdklasse C. WVF uit Zwolle is vandaag op bezoek hier op Sportpark de Koerbelt. WVF promoveerde vorig seizoen door de nacompetitie te winnen en het komt dit seizoen voor het eerst in de historie uit in de hoofdklasse. De Zwollenaren verloren de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Excelsior 31 behaalde tot nu toe 4 punten. Excelsior 31 staat vandaag in de volgende opstelling. Op doel Arjan Kok. De verdedigers zijn Dylan Voskele, Rico Wolven, John Lubbers en Adi Draganovic. Op het middenveld staan Michel Gerritsen-Mulkes, Koen Vloedgraven en Joran Pot. En de aanvallers zijn Rob ten Hove, Tim Letterboer en Nick Davina. Trainer Roland ten Berge dacht vorige week met 3 punten weg te gaan uit Urk. Maar een voorsprong van 0-2 werd weggegeven en de eindstand werd 3-3. Hoe is zijn ploeg met deze teleurstelling omgegaan? Ja, we zitten in de beginfase van het seizoen. Dus we moeten leren uit deze situatie. En dat hebben we besproken. Wat je vooral moet doen en wat je vooral niet moet doen. En dat moet je weer meenemen. Het is wel zuur, maar ja, je moet verder. Vandaag speel je tegen een hekkensluiter WVF. Wat zijn de sterke punten van dit elftal? Ja, ik denk dat hun gewoon weer heel gefocust zijn op het compact spelen en als een team spelen. En ja, dat is allemaal mooi voor hun, maar wij moeten gewoon het tempo hoog houden. En kijken of wij dat beter uit elkaar kunnen spelen als bijvoorbeeld tegen VVOG. Hoe gaat Excelsior 31 het vandaag doen tegen WVF? Hier is de samenvatting. Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Twentsbed, het betere bed voor betaalbare prijzen. Kryptonstraat 37 in Rijssen. Yeah.
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Twents Bed, het betere bed voor betaalbare prijzen. Kryptonstraat 37 in Rijssen. Excelsior 31 wint hier thuis van WVF met 4-1. Na de wedstrijd spraken we met Roeland ten Berge en Dylan Voskelen. Dylan, je bent een beroemdheid hier bij Excelsior. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt wel goed. Ik heb veel fans, zie ik. Wel allemaal kleine fans, maar goed. Dat is een begin. Zo is het. Geef je analyses van deze wedstrijd? Ja, ik denk dat we die wedstrijd met 4-1 winnen inderdaad. En dat was niet veel aan de hand. We waren veel beter. De eerste helft ben je denk ik echt veel beter. De tweede helft bloedt de wedstrijd een beetje dood. Maar ik denk dat je voor de rest wel de totale controle over de wedstrijd hebt gehouden. Aan onze taak om de bal snel rond te laten gaan en vandaar de kansen te creëren. Gelukkig kom je dan nu snel voor uit de cornerbal. Kom je 1-0 voor. En van daaruit verwacht je ook dat je die voorsprong verder gaat uitbouwen. Ja, dan moet ik zeggen van we hebben ontzettend veel balverlies gehad, balbezit gehad de hele wedstrijd. Ik denk wel 85 tot misschien wel 90% hebben we de bal gehouden. En dat is ook een fase waar we naartoe willen. Dus zelf de bal hebben, dan kom je niet in de problemen. Vervolgens wil je snel diep spelen om kansen te creëren. Nou, dat kan bij Vlaag nog wel wat beter. Alleen je moet het niet vergeten dat ook als de tegenstander de bal had, we hadden maar iedere keer bijna gewoon binnen een paar seconden hadden we de bal terug. Dus we hebben ook iedere keer als we wel verloren, hebben we heel snel druk kunnen zetten en dan terug kunnen veroveren. Ja, en de tegenstander ook toen we met 2-0 voor stonden, 1-0, 2-0, die waren gewoon niet bij machten om kansen te creëren aan onze kant. Of sterker nog, om de bal te houden. Volgens mij is er één bal op de goal gegaan en die is er ook ingegaan. En dat betekent dus wel dat de tegenstander gewoon continu in hun eigen organisatie is blijven staan. En dat is toch wel compact geweest. Ze speelden 4-4-2, dus ze hadden 4 middenvelders, het was extra druk. En dat valt niet mee om daar altijd doorheen te spelen. En dan maak je toch wel 4 goals. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar aan de andere kant, als je zag hoe vaak het spel stil heeft gelegen de tweede helft. Dat vind ik wel heel jammer. We moeten gewoon de nul houden. En zoals vorige week toen weet je zelf, was het in de laatste 10 minuten, ging dat ook fout. Dus wij zijn er gewoon tegen elkaar, voorin laat ze daar maar wat doen. En we moeten gewoon achterin de boel dicht houden, op slot houden. En gewoon op de nul spelen, dat is helaas niet gelukt, maar ik bedoel, 4-1 is een goede uitslag. Uitgebreidere interviews zijn te zien op onze website www.excelsior31tv.nl. Laten we gaan kijken naar de overige uitslagen in de hoofdklasse C. VVOG verliest van ACV met 3-1. WHC, SVZW 0-5. DVS wint met 4-1 van AZSV. Flevo Boys, Drachtster Boys 1-0. Excelsior 31, WVF 4-1. Urk verliest van Harkemaanse Boys met 2-0. Staphorst, CSV Apeldoorn 3-2. Tot zover deze uitzending van Excelsior 31 TV.
Aanstaande donderdag zijn we er weer met een nieuw weekjournaal. Heel graag tot dan en een heel fijn weekend gewenst. Deze uitzending werd u aangeboden door Regenfiber, Profimax en Shubi Reizen.